Welkom bij weer een video over 3D printen. Ik kondigde het al aan bij de video van gisteren, beter gezegd de vorige video, dat de volgende video zou gaan over RERF printen. Beter gezegd, het gaat nog steeds over die Anycubic, die SLA printer. En daar kennen we net als bij de FDM-printers een procedure om vast te stellen wat de ideaalinstellingen zijn voor je materiaal. Nou, als u thuis bent met FDM-printers, dan weet je dat elke merk filament, maar ook elk soort filament, PETG, PLA, ABS, enzovoort, 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 maar ook nog eens een keer elke kleurfilament zo zijn eigen temperaturen wel eens zou kunnen hebben. En dat je dat eigenlijk, als je heel erg secuur wilt zijn, ik moet eerlijk zeggen, dat is niet iedereen, ik ook niet altijd, zou je dat bij elk soort filament moeten gaan testen. En daar zou je dus een producttest op moeten uitvoeren om te weten wat de ideale instellingen zijn. Nou, dat is wat RERF is bij SLA-printers. Daarvoor even een klein stukje uitleg. En daarvoor moet ik even het beeld wat gaan draaien en dan kunnen we gaan zien waar ik het over heb. Om te beginnen hebben we hier dus die resin tank. Hier gaat dus straks die resin in. En die resin tank die is aan de onderzijde, dat is dus doorzichtig. Ik zie al dat ik hem de volgende keer beter moet schoonmaken, maar hij is doorzichtig. Hier zo hebben we de UV-lamp onder zitten. Dit is zeg maar het LCD-scherm met de UV-lamp eronder. Nou, wat er nu gebeurt is dat zeg maar het aantal secondes waarin die resin die hier onderin zit belicht wordt door die UV-lamp die daar zit, dat moet worden ingesteld. En dat kent zo bij elke soort resin zijn ideale instellingen. Nou, en daar is een RERF-test voor. Dat RERF-test die staat voor Resin Exposure Range Finder. Dus wat is de ideale range van de blootstelling van de resin aan het UV-licht? En die test gaan we uitvoeren. Hij gaat zometeen in zijn totaliteit 8 printjes maken van hetzelfde object. Dat is dus weer een stresstest. Het is een object met lastige onderdelen voor een printer. Dat kennen we bij de FDM-printers ook. En daaruit moet eigenlijk naar voren komen wat de ideale setting is voor de printer. Nou, ik ga het even voorbereiden. Ben zo bij je terug. Nou, ik heb de printer aangezet. Ik heb nu de USB-stick erin gedaan. Komt dus weer het veiligheidsmoment van de handschoenen en het mondkapje. En daar vandaan gaan we dan beginnen met resin toe te voegen weer in de tank. Oftewel hier in de bak waarin de resin in moet. Er hoeft niet zo superveel in, laat me dat voorop stellen. Dat is onzin. Gaan we er even bij halen. Nogmaals in de gaten houden, het is super giftig. Nou, dit is voldoende. Ik plaats hem er even naast op de container, zodat ik even weer het kopje van de fles schoon kan maken. Nogmaals, chemisch afval. Dus niet gewoon in de prullenbak gooien. Zo. Kap erop. We gaan naar print. We pakken de RERF PWMO. En we zeggen, weet je wat je doet jongen? Je gaat je gang maar. En dan gaan we straks het resultaat zien van de RERF test. En die deel ik dan met je. Tot straks. Zo, het laatste gedeelte van het proces is nu aan de gang. We zijn bezig met het helen, oftewel het curen van de RERF print. Let zo meteen niet op beschadigingetjes aan de zijkantjes. Het was vrij lastig om de printjes van het printbed af te krijgen. Dus dat moet met een spatel. En dit was redelijk lastig omdat het zeg maar bijna het hele printbed bevatte. Deze procedure van RERF moet je dus in elk geval bij elk nieuw soort resin wat je gaat gebruiken
opnieuw uitvoeren om de sweet spot te ontdekken van de tijd van blootstelling van het razijn aan het UV-licht. En dat is dan niet zozeer voor wat we nu aan het doen zijn, want dit is het curen, maar bij het UV-licht op het moment dat het object geprint wordt. Je ziet, we hebben nog 1 minuut om te wachten. En dan ga ik u laten zien hoe of wat. Ik weet zelf ook nog niet hoe het uit gaat pakken. Maar daar kom ik zo even op terug. Zo. In de wash and cure was die niet helemaal goed gecured. En dat heeft te maken met het feit dat er bovenin zoveel hoekjes en gaatjes en dingetjes zijn. En de lampjes eigenlijk van achteraf komen, dus niet van bovenaf. Nou is het grappige bij resentprinten dat het zeg maar dus gecured wordt, geheeld wordt door UV-licht. En waar zit dat nou nog meer in, UV-licht? Jawel, in daglicht. Dus vandaar dat ik ze even voor het raam gelegd heb. En dan gaan we beoordelen welke nu de beste resultaten biedt. We beginnen hier aan die linkerkant. Als we goed kijken. Even doen. Dan zien we. Moet ik even iets pakken om aan te wijzen. Dan zien we hier bijvoorbeeld deze. Die zijn wat verschoven. En dat is daar hetzelfde gebeurd. Nou, we zien dat het nog lichtvochtig is. We zien wel dat hij heel veel detail heeft geprint hier. Maar ik heb zo nog beter. Dus ondanks dat dit niet slecht is, en zeker ook als we aan de andere kant kijken. Focussen. Dan zien we al die kegeltjes, die zijn op zich heel goed geprint. Toch zal dat hem niet zijn. De tweede. Iets verder naar die kant. Eigenlijk erger, zoals je ziet. Kunnen we het nu al over zeggen. Je ziet hier ook de vervorming van deze hier. En hier hetzelfde. Zie je dat? Dus dit is ook niet de juiste die we moeten hebben. Pak de derde. Ook wat vervorming op die linkerkant, maar dit zijn de dunste. Hè? Laten we dat wel duidelijk in zijn. Dit is al wel beter, maar ook hier zie je nog wat misdingen. Ook hier een heel klein beetje. Gaan ze weer even omdraaien, want dit is weer niet helemaal slecht. Maar dan zien we hier zelfs een volledig ontbrekende. Zie je dat? Nou, dit gaat dan wel weer. Ik vind hier bovenop die puntjes wat minder, maar ja, goed, het... Ik denk dat dit het ook niet wordt. Ik leg hem aan de kant, want hij is de beste van de drie. Gaan we naar de laatste. En dat is wat mij betreft sowieso de beste. En dan niet zozeer de rechterkant. Daar zien we deze oneffenheid en dan zien we ook hier wat oneffenheden. Maar aan die kant is die behoorlijk zuiver. Ja. Draai hem even om ook. Iets naar rechts schuiven. Dit is dus de goede, deze. We zien wel wat vervuiling hier, maar dat is eigenlijk residu. Waarschijnlijk van het wassen, want ik haal het er zo uit. Zie je dat? Waarschijnlijk residu van het wassen. Waarmee ik concludeer, want ik zie hier de meeste stipjes ook hier in die... ja, dat is moeilijk te zien, dat snap ik, maar misschien zo wat beter. Ook de meeste lijnen hier in dit object. Ik zou zeggen deze. Dit gaat dus degene worden waarop mijn exposure tijd wordt afgesteld. En hoe zie ik dan welke dat is? Nou, daarvoor moet ik hem omdraaien. Nou weet ik niet of je dat zichtbaar kunt krijgen. Ik zal proberen mijn duim weg te halen. Kan ik iets van licht aandoen? Dat zou mooi zijn. Dan zien we daar de waarde onder staan. En die waarde die die geeft is het cijfertje 5. Dus ik moet in de handleiding op zoek naar de 5. Dat is het beste resultaat. Dan zien we nu wat kleine dingetjes hier. Maar het is allemaal heel klein. Ik ga toch voor die 5. Nou, dat is de RERF-test. En die moet je eigenlijk voor elk soort filament doen. En nou ja... Daaruit kun je dus bepalen wat de beste exposure tijd is. Ik hoop dat je video interessant vond. Tot een volgende keer bij weer een video, hopelijk over 3D-printen.
Dag.